Ik zit hier in mijn studio in Leuven, waar ik twee cd's heb gemaakt. De een heet Songs from Louvain, dat is een Engelstalig album. En de andere die heet Benelux. En dat zijn liedjes die over allerlei plaatsen gaan in Nederland en België, waar ik geweest ben of waar ik herinneringen aan heb. Ik heb deze cd, die heb ik aangeboden aan de bekende Vlaamse dichter Didi de Paris. En dat gebeurde in een pand en dat heet De Bond 98. En dat is eigenlijk de pleisterplaats van de Groene Partij daar. Maar dat doet verder niet ter zake. Op een avond dat hij daar heeft opgetreden, heb ik de cd mogen aanbieden na afloop van een voorstelling. Het is een bijzonder interview geworden. Ik hoop dat je even 8 tot en met 9 minuten de tijd hebt om hier even naar te luisteren. Naar het interview met deze opmerkelijke man. Wat doet een dichter? Wat doet een dichter? Ik doe alles wat een gewoon dichter niet doet. Bijvoorbeeld, ik heb met mijn gedichten al opgetreden, bijvoorbeeld in een voetbalstadion. Ik heb ook live met boksers opgetreden, met een big band bij. Dus met 8 professionele boksers. Die hielden dan fights tussen mijn gedichten. Wat doe ik nog allemaal? Ik heb zo opgetreden op Sinners Day. Dat is zo'n 80s revival festival in België. Dus daar treed je dan op voor een paar duizend mensen. Dus dat is iets heel anders. De meeste mensen die vinden poëzie intimistisch. Terwijl ik vind poëzie moet zich mengen met de mensen. Moet zich mengen onder de mensen. En de mensen moeten niet naar de poëzie komen, maar de poëzie moet naar de mensen komen. En als je nou, wanneer ben je ooit met dichten begonnen? Ik denk dat ik 15, 16 jaar was. En in het begin schreef ik bar slechte teksten. Dat is begonnen als puberaal gezwets. In de aard van geef me jouw hand en ik ga met jou naar het strand. Mm-hmm. Dus de veldschmerz van pubers. Dus, en geleidelijk aan heeft zich dat meer ontwikkeld. Dus die teksten die zijn vandaag zijn die super gelaagd. Heb je nou ooit een beroep gehad of is dichten al vanaf je 15, 16 jaar een beroep? Nee. Dat is. Ik heb 3 kinderen. En ik probeer die weg te houden van alles wat artistiek is. Want ik vind, je kan een vak leren. En als je echt, om een groot woord te gebruiken, kunstenaar bent, dan is dat iets. Ja, op een bepaald moment kan je niet meer terug. Nee. Dus dat duurde een tijd voor ik door had wat ik met mijn leven wilde. En eigenlijk een symbolische datum is voor mij 10 mei 1979, dat is de dag dat Louis-Paul Boon stierf. En ik had daar wel al iets van gelezen en zo. Ik vond dat een goede schrijver, maar dan hoorde ik die gast die zelf praten. Dus, dat was echt. Ik vond dat symbolisch dat hij stierf op mijn verjaardag. En ik zat toen in mijn kamer te doen alsof ik aan het studeren was. Ik wist eigenlijk totaal niet wat ik met mijn leven aan wou. Ik was toen een jaar of 22 en ik hoorde die Louis-Paul Boon en ik zei gewoon, that's it, dat wil ik ook. En dan heeft het nog jaren geduurd voordat ik mijn métier kende. Hè. Want dus ik ben dysorthografisch en dyslexisch. Toen ik op school zat in 69 in Brussel, ik sprak het slechtste Nederlands van heel de bende. En je te jure, il faut le faire. Het slechtste Nederlands onder die bende spreken. Dat was een schier Olympische prestatie. Ja, maar eigenlijk, je bent op 22 begonnen te dichten en je hebt eigenlijk nooit een ander beroep gehad. Dus. Ik heb een paar keer gewerkt, maar dus, dat is echt niks voor mij. Ik denk, dat loopt altijd fout. Dus, één job heb ik wel langere tijd gedaan, was opvang van politieke vluchtelingen. Maar daar ben ik mee gestopt, omdat ik op den duur werd ik daar zelf depressief van. Ja. Ik vond het onmenselijk hoe men met die mensen omging. Ik weet, dat is natuurlijk een heel complexe problematiek.
Maar als je dan dicht de mensen op hun vel ziet, dan... ja, kijk, die mensen die zaten daar in een gesloten centrum. Die werden slechter behandeld dan zware criminelen in de jail. Wat zijn je inspiratiebronnen? Ik bedoel, je hebt een column in een blad, hè? Ja, maar hier in Leuven. Ja. Hoe heet het blad ook alweer? De Streekkrant. De Streekkrant, hè? Op pagina 3. Pagina 5. Ja. Schrijft veel over de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Ja, maar dat is nu ook omdat... Ik speel daarmee, hè. Ik vind, mij interesseert de oorlog van 1418 of 1445. Dat interesseert mij veel minder. Ik ben meer geïnteresseerd wat er vandaag gebeurt met mensen in Syrië, in Afghanistan. De echte brandhaarden van deze tijd, dat vind ik veel belangrijker. Want dus als je ziet, bijvoorbeeld de Joegoslavische burgeroorlogen en zo. Dus dat vind ik veel interessanter. Dat is relevanter ook. Maar je ziet bijvoorbeeld vooral in de Noord-Nederlandse literatuur, men is met die Tweede Wereldoorlog nog niet klaar. Omdat er waren geen helden, er waren geen goeie, er waren geen slechte. Een mooi boekje daarover is van, weet die kerel weer al, het boek heet, de roman heet, Afscheid in Meudon. Het is van Emmanuel Kummer, heet die gast. Mm-hmm. Die heeft ook de allereerste Nederlandse Céline-vertaling gemaakt. Voyage au bout de la nuit heeft die vertaald in het Nederland, naar het Nederlands. Dat is ergens eind jaren 60 gebeurd. Maar er zitten eigenlijk twee kanten aan je. Hè? Er zit een beetje een luimige, vrolijke kant. Zit er aan de columns die je schrijft. Absoluut. Ook heel streekgebonden. Die gaan... Maar dat is eigenlijk niet waar. Dus ik schrijf over heel plaatselijke dingen vaak. Maar uiteindelijk gaat dat over processen die in elke stad aan de gang zijn in de westerse postindustriële wereld. Het gaat over de controlemaatschappij. Het gaat over problemen die wij hebben, samenlevingsproblemen, multiculturaliteit. Het gaat over mobiliteit. Het gaat over het gebrek aan joie de vivre van mensen vaak en zo. Ook, eigenlijk, het is vaak vrij anarchistisch geïnspireerd. Geïnspireerd door situationisme en zo. Voor de rest Amerikaanse beat uit de jaren 50. Punk. Hallo. Punk, de generatie waar ik zelf uit voortkom. En dan heb ik zo een aantal dichters die mij echt fascineren. Hazim Hikmet, dat is een Turkse dichter. Heel geëngageerd, heel recht toe aan. Dan ook Russische modernisten. Zoals bijvoorbeeld Mayakovsky en zo. Daar ben ik echt... Daar ben ik zot van, echt. Ja. Zijn Vlaams gedicht, echt zot van. Dus dat zijn figuren die mij inspireren. En ook, ook muziek, hè? Je treedt op het vast verbond van losse vrijwilligers, net andersom. Het vast verbond van losse medewerkers. Van losse medewerkers. Ja, dat is eigenlijk een allusie op de bond van niet gezegeld papier die Van Ostaaien had. Rond 1920. Ja. Het was eigenlijk de bedoeling... Om multidisciplinair op te treden. Dus ik heb een aantal zeer goede muzikanten. Ja. Ik werk vaak met muzikanten. Maar ik heb met het Vast Verbond heb ik meestal zijn daar ook twee schilders bij. En zo zijn er nog dingen die ik heel graag doe. Ik heb een aantal keer samengewerkt. Bijvoorbeeld hier in Leuven met de stadssopraan Noemi Schellens. Dus eigenlijk, ik heb ook al dingen gecomponeerd voor koren en zo. Dus dat is echt, dat is plezier. Dat maakt het voor mij plezierig om te doen. En Nederland? Nederland, daar... ik heb daar zo'n aantal kernen waar mensen mijn werk kennen. Maar eigenlijk... ik ben daar eigenlijk veel minder mee bezig. Ik ben een Vlaams schrijver, ik ben geen Nederlands schrijver. Ik vind dat een heel belangrijk verschil. Ik spreek geen Nederlands, ik spreek Vlaams. Het heeft niks met nationalisme te maken, dat is gewoon mijn culturele identiteit. Ik ben opgegroeid in een dialect, in een taal die nauwelijks fonetisch weer te geven is. Dus dat vind ik fantastisch. It is a writer's goldmine. Dankjewel.